Welkom bij Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan. Deze maand gaan we het hebben over ondernemerschap en dan vooral hoe word je ondernemer? Ben je wel een ondernemer? Hoe blijf je ondernemer? En vooral hoe word je een betere, dus een topondernemer? Als ondernemers zijn we natuurlijk rasoptimisten. Er komt weer een nieuw jaar. Het nieuwe jaar is net begonnen. En dan zeggen we, ja, dit wordt mijn jaar. Of zoals het boek hier heette, dit wordt jouw jaar. Prachtig boekje trouwens ook van Ben Tegelaar. Zeker een aanrader om eens te lezen. 12 krachtige lessen in persoonlijke verandering. Want dat is wel iets waar je voor moet openstaan. Wat ik je graag mee wil geven, uit eigen ervaring, je kan altijd meer dan je denkt. Niet zo van, hoe nieuw terrein voor mij op ondernemerschap, moet ik dat nou wel doen? Gewoon doen. Dat kenmerkt een ondernemer, die heeft lef. En op het moment dat je nou zeker weet, dit kan ik niet, nou huur het dan in. Ofwel, neem iemand aan op het moment dat je dat kan je omzet dat toelaat. Of je kunt het ook natuurlijk een ZZP'er een opdracht geven. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden. Dat heb ik ook altijd gedaan. Nou ja, altijd gedaan. In het begin ging ik alles zelf doen en kon ik moeilijk loslaten. Op een gegeven moment kon ik prima delegeren. En het blijkt ook dat daardoor mijn bedrijf zich veel beter ontwikkelde. Ik ben bijvoorbeeld heel onwijs slecht in managen. Ik ben wel goed in dingen bedenken, maar het managen, de controle uitoefenen, onwijs belangrijk, maar ik was er niet goed in. Ik vind het ook niet leuk. Dus dat kan je organiseren. Nou, hoe word je verder een betere ondernemer of een topondernemer? Durf te leren van je fouten. Reflecteren, erg belangrijk. Wat heb ik goed gedaan en wat heb ik niet goed gedaan? Hoe kan het beter? Zorg dat je dus goede kennis ook in huis haalt. Blijf innoveren, want de wereld blijft veranderen en verander ook mee. En ik denk dat dat toch belangrijke tips zijn, naast natuurlijk het bekende ondernemen is vallen, opstaan en weer doorgaan. Wil je meer informatie? Kijk op onze website, kijk ook eens nog wat andere filmpjes terug op mijn YouTube kanaal. En uiteraard staat je altijd vrij om even contact met ons op te nemen voor vragen.